Goedendag allemaal. Het is vandaag donderdag 7 juli 2016. Een belangrijk moment van dit trouwe beestje, 16 jaar oud. Daar gaan we afscheid van nemen. En ja, hij is uitgediend. Hij wordt weggebracht naar een andere eigenaar. En dat is toch een emotioneel moment. Dat zult u misschien wel begrijpen, want al die jaren dat ik er mee de weg ben op geweest, ja, is dat toch iets waarvan je zegt, hey, dat vergeet je niet gauw. Dat zijn een hoop dingen die je nog meer hebt meegemaakt. Maar ja, het is op, tijd, het is op en hij gaat er wel door. Maar goed, we gaan er straks nog even verder. Het is nog best een mooie auto voor degene die het hem straks in handen kan krijgen. En dan zullen we maar afwachten wie dat wordt. Ja, en daar hadden we het natuurlijk over. Als je dan afscheid moet nemen van een auto, dat is toch iets heel bijzonders. Want ja, met zo'n auto, zoals we al zeiden, dan heb je toch een bepaalde band mee. En morgen, dan is het zover, dan moeten we hem wegbrengen en dan is het afgelopen. En dan is toch afscheid, zou je kunnen zeggen, hoe gek het ook klinkt, afscheid van een trouwe vriend van een auto. Ja, en een auto, ja, wat is het, 16 jaar lang. Ben je ermee vergroet geweest? Heb je er van alles mee gedaan? Heb je overal mee naartoe geweest? En dan, moet je goed begrijpen, 415.000 kilometer hebben we ermee opgetrokken. En dat is niet zomaar een kleinigheidje natuurlijk. Hè? 415.000 kilometer overal mee geweest in het hele land. Van noord naar zuid en van oost naar west. En ja, dan elke rit die je hebt gemaakt, daar zit toch eigenlijk ook wel weer een soort van herinnering aan. We hielden ook een boekje bij in de auto, waarin we dus iedere dag opschreven als we op pad waren waar we naartoe gingen en hoeveel kilometers we hadden gedraaid. En al dat soort details zijn eigenlijk bewaard gebleven. Ja, we hadden natuurlijk die auto nodig vanwege ons beroep. Dus we waren ja, met die auto die lekker ruim was, met een dubbele cabine, een Mercedes. Dat is toch een merk waarvan we moeten aannemen dat het iets bijzonders is. En we hebben hem nieuw gekocht. En dan vergeet dat dan nooit meer. Hè. Zo'n wagen met een dubbele cabine. Komt daarin, splinternieuwe auto. En dan ruikte dat heerlijke nieuwe van een auto. Dat kun je natuurlijk met een tweedehands auto nooit meer terugkrijgen. Het splinternieuwe, de geur die dan in zo'n auto hangt. Die je echt het gevoel geeft. Hé, nou heb ik echt iets nieuws. Een nieuwe wagen. Ja, je zou dat misschien kunnen vergelijken met een boer die een trekker heeft, die hij jarenlang gebruikt heeft. Hè, en jarenlang mee zijn akkertjes geploegd, gezaaid, kunstmest gestrooid en noem maar op. En dat hij dan op een zeker moment vervangen moet worden ja, door een andere trekker. Door een nieuwe trekker, door een trekker met meer mogelijkheden. En dat hij dan toch afscheid moet nemen van dat trekkertje. Alleen, bij een boer is altijd wel volop plaats in de schuur om dat trekkertje nog een tijdje te houden, een tijdje te bewaren. Maar onze gedachten gingen ook meteen uit in dit kader van die auto van ons naar de vroegere paardenknechten. Of de boeren die veel met paarden werkten. He, dan had je soms 4, 5, 6, 8 werkpaarden op zo'n bedrijf. Waar je als paardenknecht of als boer natuurlijk mee vergroeid was. Die je kende, die jou kende, die je voerde, die op jouw aanwezigheid reageerde. Waar je mee aan het werk was, waar je een hele dag mee in het land was. En dan kwam op een zeker moment toch dat ogenblik, ja, dat zo'n paard niet meer verder kon. Dat het eigenlijk niet meer verantwoord was om hem nog langer vast te houden. Dat je moest opruimen. Dan moest je hem opruimen. En je kan je voorstellen hoe dat aan het hart zou gaan van menige paardenknecht of, laten we zeggen, boer die met die paarden werkte. Maar ja, je kon ze niet allemaal houden. Het was nou helemaal geen rusthuis waar je kon zeggen, nou ja, we houden ze allemaal. En op laatst lopen wij vol met paarden, ja, die alleen maar eten en niks meer opbrengen. Maar met een auto is dat natuurlijk net weer wat anders. Een auto is toch ook maar een stuk ja, metaal, wat rubber en een aantal dingen van techniek. Maar we hebben hem destijds aangeschaft en toen konden we hem nog aanschaffen op een grijs kenteken vanwege het werk. En dat was een voordelige deal. De overheid heeft dat later allemaal een beetje teruggeschroefd voor degenen die geen bedrijf hadden. Want die wilden ook allemaal een grijs kenteken, maar dat is natuurlijk nu afgelopen klaar. Maar dan die heerlijke nieuwe geur van je auto. Ja, maar dan is het langzaam maar zeker gaan de jaren verder. En wordt je auto, net als jij zelf natuurlijk, die wordt ook ouder. En dan beginnen natuurlijk geleidelijk aan de eerste crashjes te komen. De eerste dingetjes van de ouderdom.
Weet je nog, iedereen die een nieuwe auto gekocht heeft, mag niet uit of het een bedrijfsauto is of een luxe auto, je zit altijd te wachten met angst en beven op die eerste kras. Die eerste kras op het lak. Kijk, dat was met die auto van mij ook. Die eerste kras, dat deed dan toch pijn. Dat probeerde je dan weg te werken. Maar nu, van de andere kant, als je mijn auto rijdt, die 16 jaar oud is en 415.000 kilometer gelopen heeft, die zit vol met krassen en vol met littekens van het werk en van wat je daarmee gedaan hebt. En dat werkt natuurlijk ook buitengewoon relaxed. Je hoeft niet meer bang te zijn voor die kras. Als we nou de grasmachine erachterin gooien, of de fietsen en de honden in de manden of in de benches, en nog wat planken en nog wat andere spullen, en ja, daar komt dan eens een keer een kras op, of er zit eens een vuiltje in, dan word je daar koud nog warm van. Want ja, het mooie zou je zeggen, het mooie is er toch al af. Ja, het mooie is er toch al af. En dat kunnen we nou ook wel merken, want hij begint, een Mercedes eigenlijk niet waardig zou je kunnen zeggen, hij begint te roesten. De onderkant begint te roesten en het chassis begint slecht te worden. En we hebben hem nog laatste keer bij de APK-keuring gebracht. En toen is hij de deur gekomen met veel toch wel aanpassingen en inventiviteit van de garagehouder. Die zegt, ja jongen, we hebben hem nou nog een keer doorgelaten en het is allemaal verantwoord. Maar je moet niet vergeten dat je toch volgend jaar bij de APK-keuring waarschijnlijk er niet meer deur komt. Ja, en dat gaf dan op een zeker moment toch de deurslag dat je denkt, ja weet je wat, we moeten toch wat gaan doen. En dan hebben we zelf nog een beetje bijgepoetst, het roest wat weggeslepen en zelf wat lak erop gedaan. Maar ja, je kunt natuurlijk van zijn levensdagen nooit zo goed werken als een echte uitdeukbedrijf of wat dan ook. Dus je kunt het zien, het is een auto met je littekens, maar dat heeft toch ook wel wat. En we hebben hem lange tijd, hebben hem natuurlijk in de garage gehad, de officiële dealer van Mercedes hier in de stad. Maar ja, toen die vertrok, omdat hier eigenlijk niet genoeg emploi meer was en nou de buurgemeente was, toen stonden we, wat doen we nou? Gelukkig hadden we hier vlak bij ons een garagebedrijf. En dat zijn mensen die hebben verstand van oudere Mercedes, omdat ze geen dealer zijn, maar ze handelen dus veel in occasions. En dat heeft natuurlijk wel zijn grote voordeel gehad. Want naarmate onze auto ouder werd en kwaaltjes ging krijgen, ja, die opgelost moesten worden met onderdelen die je anders duur zou moeten kopen, wist onze garageman het altijd inventief op te lossen, waar we bijzonder veel waardering voor hebben. Want altijd had hij wel ergens in zijn magazijn nog een onderdeel liggen dat gebruikt was in een andere auto. Waardoor natuurlijk de kosten van de reparatie en alles en nog wat, als die er al waren, dat die dan minimaal bleven met een arbeidsloon. En dan kon je er lang mee blijven rijden. Dus alle kleine kwaaltjes, die werden altijd netjes opgelost met over het algemeen onderdelen die ooit al eens in een andere auto lang gebruikt waren. We hadden op een keer, ging de vering voor in de auto kapot. Als je dan het stuur links omdraaide, dan hoorde een verschrikkelijke knal onder uw wielen. Geschrokken we eigenlijk een ongeluk. En dan denk je, oh jezus, wat is dat nou weer aan de hand? Maar ik reed met die garageman, reed een rondje en hij zei, ik weet dat al, zegt hij, kom goed, ik heb er nog één liggen, kijk maar. En hij nam ons mee naar achter zijn werkplaats en ja, inderdaad, daar lag nog een hele veer van de voorkant en die heeft hij vervangen. Nou, en hij reed weer als een zonnetje. En onlangs hebben we het nog verteld, toen viel de auto stil zomaar op de snelweg en dan gaat het bang worden. Want dan denk je, ja, nou wordt het toch tijd dat we wat gaan doen. Want vandaag of morgen, ja, dan gebeurt er wat met jou en dan het is spijt. Dus de aanleiding van het feit dat die auto plotseling stilviel, maar dat is ook weer opgelost, dat was een kwestie, onze garageman wist het meteen, kwestie van sensoren op de nokkenas en op de krukas. Die twee die wilden niet met elkaar corresponderen, waardoor op een zeker moment de brandstof niet werd toegevoerd en de motor zomaar spontaan op de snelweg stilviel. Nou, dat hebben we meegemaakt en dat wilde niet nog een keer meemaken. Dus zodoende zijn we toch langzaam maar zeker ertoe gekomen om de oude trouwe Mercedes dubbelcabine weg te doen. En dat gaat dan morgen gebeuren. Het zal een emotioneel moment worden, dat kan ik u vertellen. Maar we hebben er altijd netjes in gereden. We hebben maximaal aantal schadevrije jaren kunnen rijden. Dat is toch ook bijzonder, hè? Want we zijn verzekerd bij een hele goede maatschappij hier in het zuiden, de ZLM. Maar we hebben dus eigenlijk een minimale hoeveelheid
premie die we nou nog moeten betalen. Dus wat dat betreft, mooier kan het eigenlijk niet. Dus ja, we betalen eigenlijk wat dat betreft ook een minimale premie. Iets van 900 euro per jaar. Nou, dat is redelijk te doen voor zo'n wagen. En dan houden we het af en toe wel eens bij. Wat kostte nou zo'n wagen bijvoorbeeld met wat we erin gereden hebben in 2015? Nou, we noemen het al, de premie, de verzekeringspremie, 900 euro. Diesel hadden we verreden, afhankelijk natuurlijk van de prijs van de diesel en ja, of je veel op pad bent, maar dat was voor 2194 euro. De wegenbelasting was 1714 euro. En garagekosten hadden we in heel 2015 voor slechts 1446 euro. Dat bracht alles tezamen een bedrag van 6254 euro dat we aan die wagen hebben uitgegeven in 2015. Dat kan natuurlijk variëren, want in 2012 bijvoorbeeld hadden we nog 8000 euro waren we eraan kwijt. Maar kijk, we hebben nooit meegerekend de afschrijving, want ja, in een auto als deze, daar is natuurlijk niks meer af te schrijven. Hè. Dat is over en uit. En dan zullen we misschien nieuwsgierig zijn wat we nou nog van dat oude beestje hebben kunnen krijgen met wat inruilen. Gebeurt raden, maar we zullen nu niet langer in spanning houden. Het was 1750 euro dat we nog terugkregen van het oude beest. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar dat is eigenlijk niks meer. Maar van de andere kant moet je ook niet rekenen als zo'n auto misschien naar Oost-Europa gaat. Dan zijn er nog mensen, ik weet niet hoe lang gelukkig mee. Dat kun je eigenlijk ook voorstellen. En dat hopen we voor het beestje. En misschien komen we nog wel eens tegen in Nederland. Maar dat zal niet zeer waarschijnlijk zijn. Toch zeker niet. In Utrecht en toch zeker niet in Rotterdam, want dan mag hij niet eens meer in. Want ja, hij is vervuilend, zoals ze dan zeggen. En zodra je dan de binnenstad binnenkomt, de milieuzone daar, dan betaalde 90 euro boete. Nou, dat laten we wel uit hun hoofd, hè. Dat doet het natuurlijk niet. Dus wie weet wat hij naartoe gaat, we wensen hem nog een heel lang leven. Wij hebben er heel fijn mee gereden. Ja, en wat wil je nog meer? Dus ja, mannen en vrouwen, het is, zo gaat het. Het is niks emotioneels natuurlijk. En toch is het een beetje emotioneel. Ik weet niet of sommigen van jullie dat ook herkennen als je dit verhaal hoort. Dat je zegt, hey, het is toch eigenlijk een afscheid van hoe een oude auto. Enerzijds met een lach en anderzijds met een traan. Maar ja, zo is het. En zo is het en het is niet anders. Mannen en vrouwen, ik zou zeggen, ja, vandaag is het 7 juli. Het is zomer, volop zomer. Toevallig wordt het dit weekend goed weer. Wat warmer, maar we hebben het eigenlijk allemaal toch relatief veel te koud gehad. Tot op heden is de echte zomer nog niet doorgebroken. Maar de gewassen staan er goed bij hier. Dus ja, wat moeten we klagen? Gras groeit goed. Ja, alles loopt eigenlijk hier naar wens. Dus hou we zo. Kijken wat de opbrengsten worden. Mannen en vrouwen, houdoe. En tot volgende week. En ja, wens me maar sterkte in de laatste rit in de auto. Ik hoop niet mijn eigen laatste rit. Want die hoop ik nog een hele tijd uit te stellen als ik kan. Houdoe.